Toen ik trouwens bezig was met deze shirt te maken, had ik twee dingen over gehad. Toen deze... Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Sam Patrick, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Tenminste, ik was al een beetje wakker. Ik ben een paar keer wakker geworden. Ik weet niet hoe dat komt. Maar nu ga ik even lekker klaarmaken om te gaan douchen. En ik was dit eentje heel lang aan het zoeken. En die heb ik na lange tijd heb ik hem gevonden, deze tasje. Wauw. Na lange tijd heb ik dat weer gevonden. Ik was die al heel lang aan het zoeken. Maar dan ga ik nu even lekker douchen pakken. Ik zat even dingen achter de computer te doen. Maar kan je zit ook wel eens van te mouwen. Ja. Jij wil broekjes, hè. Jij wil broekjes, hè. Ja. Dus ga ik jou... Nee, ik wil die zakje niet. Ik wil die broekjes. Waarom ga ik die zakjes pakken? Ik snap dat niet. Maar ja. Ik ga lekker koffie zetten. Dus ga ik dat durven doen. Dus. Dat komt wel goed. Hé, ga jij hier, jongen. En ik ga denk morgen even achter... Vanmiddag achter de... Ik wou iets doen, maar ik weet niet waar ik naar de badkamer ga. Nou, zo. Ik ga hierheen. Dat was het. Even een kopje pakken om lekker koffie te zetten natuurlijk. Oh. Ik vroeg me nou af. Er is in deze week dat het 20 graden gaat worden. Gisteren of vandaag. Maar nou weet ik het wel niet meer. Eigenlijk. Totaal niet. Of het nou vandaag ging worden of gisteren. Maar ja, ze even hier achter komen. Temperatuur kijken van de... Even temperatuur kijken natuurlijk. Dat ga ik even sowieso even doen wat de temperatuur is van nu. Ik zit toevallig op Facebook even te kijken, maar ga ik nu even naar de temperatuur kijken. Geef aan 13 graden. Vandaag 16. Misschien is dat al denk ik vandaag. Wie weet. Ik ben nou thuis gekomen en ik heb iets gekocht bij mijn werk. En dat is dit. En voor mensen die niet weten, die in Wangsveen wonen. Tijden gaan vanaf morgen veranderd worden. De tijden van mijn werk gaan veranderen namelijk. En dat is... Ik ga ze even snel opzoeken. Want dat is, gaat veranderd worden. Ah, ik heb het hier gelijk voor mijn neus. Er gaat vanaf maandag gaat de tijden van niet om 9 uur dicht, maar om 10 uur. Mensen die in Wangsveen wonen, om 10 uur gaat Albert Heijn nu dicht. En dat weten jullie dat ook, van mijn werk waar ik werk. Ja, dat is een mooie verandering. Dus, en wat ik ook dadelijk ga doen, is met het team net even anders bellen. Dan ga ik sowieso, wordt daarover gepraat. En ja, we gaan het zien. Ik ben natuurlijk nog lekker naar YouTube kijken. En ik ben eigenlijk ook wel super blij mee met deze. Want dat de stappenteller, tot nu toe heb ik, geef dit aan, 31 stappen gezet. Zal ik nu meer stappen heb gezet, maar ja. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar in ieder geval geef de tijd aan. En wat hij nog meer kan... Ik ben rechts natuurlijk, vandaar. Ja. Oh, wacht, nu... 42 heeft hij nu aan. 42 stappen. Oké, okay, prima. En... Dat vond ik even leuk om te kopen. En ik dacht, kan ik plaats op mijn telefoon kijken? Kan ik gewoon op mijn apparaat kijken? Dat vind ik veel leuker, namelijk. Vandaar dat ik hem heb gekocht. En ik doe er sowieso wel iets mee. En ik zit er lekker sinaasje te drinken. En dan... vanavond... Om 8 uur met Team Net en Van der Smellen. Toen ik trouwens bezig was met deze shirt te maken, had ik twee dingen over gehad. Toen ik deze shirt ging maken, had ik twee dingen over gehad. Kon ik hem maar toveren? Blijkbaar is hij van Herman van Veen. Ik vind hem een ongelooflijk goede zanger, hè? Zanger? Moet ik het goed zeggen? Zanger? En ik had ook een reactie gehad dat je het ook met spijkerbroek kan doen. Ik zit te denken, dat ga ik denk ik wel uitproberen. Lijkt me een super leuk idee, ook met een spijkerbroek. Laat even weten in de reactie wat jullie van vinden. Zou ik met een spijkerbroek ook uitproberen? Zoals dit shirt.
Laat dan even weten in de reactie. Misschien raad ik het elke keer met een spijkerbroek doen. Tussendoor heb ik lekker biefstuk lekker gekruid. En dan twee broodjes klaargelegd. Ik kan beter aan wachten. Hoezo zeg ik dat? Ik kan het gewoon voorspellen. En mijn voorspel is, als ik het laat liggen, die brood, dan gaat... Ik moet hem even zoeken. Misschien weten jullie het al wie ik bedoel. Die jongen, deze, aan het brood zitten. Hij ligt nu daar. Kijk. Kijken dan. Die bedoel ik. Hé, hey, kan je? Ja. Lig jij lekker? Lig jij lekker? Hè? Ja. Kan die brood laten liggen of niet? Nee, hè? Ik kan die brood niet laten liggen, hè? Dan ga je even eten, hè, Kanya? Ik denk echt, Roy, heb je het er nu over? Ja, dat snap ik ook. Het gaat erom dat ik weet wat ik bedoel. Dat hoef jij niet te weten. Vind ik eigenlijk. Ik vind dat hij niet hoeft te weten waar ik over heb. Maar, ik ga in ieder geval dan... Ik ga het misschien laten liggen. En dan ga ik zo meteen even in de gaten houden. Dan hou ik gewoon Kanya in de gaten. Dat wil ik even zeggen. Dus dan ga ik sowieso dat even doen. Hou ik gewoon Kanya in de gaten. En dan... Nou, dat is het enige wat ik dan kan doen. De stappen tellen, ik weet niet hoor. Maar... En er zit ook een groot balkje bovenop. Zou die bijna leeg zijn? En ik vraag me af, als die leeg is, kan ik hem nog bladen? Vraag me dan ook af, deze ding. Maar ja, ik ga het even uitvogelen hoe en wat. Dus ga ik dat sowieso doen. En dan ik ga even helemaal exploiteren hoe dat tegen elkaar zit. Dat ga ik sowieso doen. En dan lekker erbij lekker biefstukje maken. Ik ben zo handig. Ik zet lekker de pan neer. Maar wat doe ik niet? Ik vergeet, zet hem niet aan. Nu heb ik hem aangezet. Brood even toevallig ook maar fysiekheid teruggelegd. Voor die jongen daar zo. Hey Ganya. Ja, jongen, ik weet hoe jij bent. Jij gaat altijd aan mijn eten zitten. Zo type ben jij, Kanya. Ja, oké, ga weg gaan lopen en dan mouw zeggen. Hé, hey. Maar ja? Oh, ik val bijna. Hé, hey. Kijk eens even aan als ik tegen je praat. Nee, grapje Kanya, ik ben een lieverd. Hè? Af en toe een beetje boefachtig. Hè? Maar mag ook af en toe. Vind ik. Dan heb ik tenminste wat te doen. Om zo te zeggen. Dan heb ik tenminste, ja, kan ik zeggen. Ja. Zit ik in ieder geval niet stil. Laten we zo zeggen. Maar ja, oké, de pan staat aan. En dan maar wachten tot hij warm is. En lekker van de biefstuk dadelijk genieten. En laten we dat sowieso even doen. Dadelijk heb ik lekker biefstuk eten. Ik zit lekker nu voor de computer. Tussentijd heb ik lekker biefstukje helemaal klaargemaakt. En brood in de boter, de zuur gedood. Dat doe ik altijd. Dat vind ik super, super lekker. En dan gaan we daar lekker van smullen. Dus gaan we dat sowieso doen. En dan ligt hij daar zo. Wat doet dit dan nou weer? Apparaatje nou weer? Zie je dit balkje daarboven? Ik snap er geen reet van. Wat hij daar doet. Maar ja. Ik ga deze eten opeten en dan is die op in 3, 2, 1. Zo, bam. Klaar. Op is die. Tuurlijk naar de keuken brengen. Maar zo meteen gelukkig. Dadelijk over een paar minuutjes. Ik kan nu kijken op mijn klok, want ik heb bord in mijn handen. En ik heb een kamer in mijn handen. Over een paar minuutjes en dat is om... Een paar minuutjes in ieder geval, laten we zo zeggen. Makkelijk gezegd, maar dan gedaan. Met team net even anders bellen om 8 uur dus. En dat is over 6 minuten en een kwartier is al 8 uur. Voor mij natuurlijk. Dus ik ga daar even lekker wachten. En dan wacht op een belletje maar. Zoals jullie zien heb ik even een andere shirt aangedaan. Wat is de reden daarvan? Nou, die shirt die ik net aan had, met die vest, die heb ik nu in de was gedaan. Omdat ik die morgen aan wil. Vandaar. Daarom heb ik even nu in de was gedaan. Wasje zitten nu lekker te draaien. En die ga ik denk daarna lekker uitruimen en lekker op de rek hangen. Die heb de was die vanochtend hangde.
heb ik nou opgeruimd. Dus vandaar. En wat ik ook nu ga doen is even snel editen. Want ik heb echt heel veel dingen te doen nu. En dan de rest zie je morgen. Wat de reden ervan is. Ja, en dan ga ik nu even lekker snel editen. En laten we dat even snel doen. Wij wouden trouwens bellen vandaag met het hele team net even anders. Maar ik weet niet, het ligt denk aan mijn telefoon. We wouden ook met de groep bellen. En de hele tijd verbinding verbrak gewoon. Ongelooflijk irritant was het. Maar waarschijnlijk dat het aan mijn telefoon lag. Hoe dan? De internet deed het gewoon totaal niet. Maar ja, hij gaf de hele tijd aan slecht verbinding, dit en dat, zus en zo. Toen heb ik gewoon mijn internet uitgezet en de wifi uitgezet heb ik eigenlijk gedaan. En toen deed hij het gewoon. Heel vaag. Maar ja, gelukkig heb ik wel Sanne kunnen bellen. Maar het is allemaal wel gelukt. En ik ben nu lekker wezen editen net. Nu maar even lekker dadelijk op tijd slapen. Nu ga ik gelijk klaarmaken om lekker naar bed in te gaan. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie gelijk bij wil zeggen is, ik hoop dat jullie in ieder geval deze vlog leuk hebben gevonden. Misschien niet heel veel dingen, maar wat ik wel echt ongelooflijk jammer vind, is dat we even niet het hele team opgebeld hebben. En ik heb gelijk in een groep app, we hebben gewoon met z'n allen met het hele team net even anders een groep app. Voor mensen die het nogmaals niet weten of gehoord hebben of wat dan ook. Nou, wij als team net even anders hebben al sinds de eerste ontmoeting, kan ik jullie gewoon weer vertellen, groep app, daar wel altijd op toe appen erin. En dan praten over ergens dingen en zo. Maar dit keer kan het hem af en toe sturen gewoon appje en dan weten jullie het ook. Toen heb ik in ieder geval gezegd, weet je jongens, laten we gewoon even volgende week donderdag even lekker weer met z'n allen bellen. Hoop dat het dan wel lukt. Dus, maar dan gaan we morgen volgende week donderdag zien. In ieder geval, nu ga ik klaarmaken om lekker nu naar bed toe te gaan. Dus wat tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou super tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een hele vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ja, wie zit hier op de radio? Even luisteren hoor. Ik heb trouwens een pakketje binnengekregen, maar ik ga eerst even het licht aanzetten.